Ja, goedemiddag. Het is mooi om hier weer in Tilburg te zijn. Ik heb hier 29 jaar geleden ben ik hier afgestudeerd. Ik heb hier om de hoek in de Gorkestraat gewoond. Dus het is een beetje weer thuiskomen na zoveel jaar. En inmiddels actief in Den Haag. Als je nu in Den Haag komt, dan hangt de hele stad vol met Mondriaan. De geometrische vlakken van Mondriaan staan overal op alle gebouwen, want het is 100 jaar geleden dat de kunstvereniging De Stijl werd opgericht. En als ik het goed heb, er was volgens mij net nog een rondleiding waar ik niet bij ben geweest, maar als ik het goed heb, zal ook hier in de Pont er een tentoonstelling komen die gewijd is onder andere aan Mondriaan. En waarom begin ik nou over Mondriaan? Omdat in die schilderijen met al die geometrische vlakken eigenlijk ons land zich een beetje weerspiegelt. Een land van plannen, van maken, van doen en een land van innoveren. Van drooggemalen polders, van dijken en van deltawerken. En als je goed, iedereen die door het land rijdt, die weet dat ons land is goed ingericht. We hebben goed onderwijs, we hebben goede zorgvoorzieningen. Een prachtig netwerk van wegen, van water en spoorwegen, van digitale verbindingen. Waar het vandaag over gaat. En altijd gas, water en licht. En het lijkt wel een beetje ons land op die overzichtelijke geometrie van Mondriaan. Alles is in balans en daar houden wij van in Nederland. Ook als je kijkt naar onze economie, ons huishoudboekje is op orde, de werkloosheid daalt, de economie groeit en we behoren tot de meest competitieve en innovatieve economieën van de wereld. Maar er is ook zo'n schilderij van Mondriaan dat niet af is. Het heeft heel veel geld gekost, maar het is niet af. Net als zo'n schilderij van Mondriaan is ook ons land eigenlijk nooit af. We zullen altijd moeten nadenken over hoe gaan we verder met het land, welke verbeteringen kunnen we aanbrengen en voor welke uitdagingen staan we. En dat zijn er nogal wat op dit moment. We staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Dan heb ik het niet over de 15e maart van volgende week, maar dan heb ik het over uitdagingen op het gebied van demografie, technologie en ecologie die ons echt voor nieuwe vragen stellen voor de inrichting van ons land. Hoe voorzien wij bijvoorbeeld in 2050 10 miljard inwoners op deze aardbol van gezond voedsel? En in Nederland weten we daar een heleboel van, dus daar kunnen we een bijdrage aan leveren. Hoe kunnen we voorkomen dat onze aarde uitput? En welke kansen biedt digitalisering en wat betekent dat voor onze manier van leven? Maar een paar van die grote uitdagingen, grote vragen waar we voor staan. En de antwoorden op die vragen die liggen in de transities op het gebied van energie, op het gebied van voedsel, mobiliteit, circulaire economie en gezondheidszorg. En die transities die vragen om samenwerking, om kennis, om experimenteren, om investeren in onze samenleving. Ik zei net dat we er in Nederland, dat als je door Nederland rijdt, dat het er zo goed uitziet. En dat zegt ook iets over de uitgangspositie die wij hebben. Maar met de kwaliteit en met die kwaliteit en die goede uitgangspositie die Nederland heeft, kunnen wij voorop lopen in die transities en in het beantwoorden van die uitdagingen. We hebben bijvoorbeeld laten zien dat door onze samenwerking, onze innovatieve kracht, dat we die hebben kunnen ontwikkelen en ook kunnen benutten. Onze hoogopgeleide, creatieve, internationaal georganiseerde en georiënteerde beroepsbevolking is daarvoor, voor die innovatieve kracht, een belangrijke basis. En hier in Eindhoven, bij Brainport Campus, een high-tech campus in Eindhoven, zie je daar een heel mooi voorbeeld van. We hebben in Nederland succesvolle bedrijven. Bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen, die begrijpen dat CO2-reductie niet per se een bedreiging is voor de industrie, maar ook echt een kans kan zijn. Die begrijpen dat circulaire productie in de chemie de toekomst is en dat zij daarin een voorsprong kunnen en moeten nemen. Onze werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft daar zelfs een programma voor opgericht, voor ingesteld, NL Next Level, een mooie basis voor de toekomst. En het is die houding die onze bedrijven zo'n sterke internationale positie heeft gegeven. Vooruitkijken, kansen spotten, innoveren en actie ondernemen.
Niet vasthouden aan het verleden, maar de toekomst omarmen. En het zal ook op deze reden zijn dat bijvoorbeeld Tesla juist Nederland, hier Tilburg, gekozen heeft om zijn eerste en enige buitenlandse fabriek te bouwen. We hebben ook in Nederland een betrouwbare overheid. Een overheid die heeft laten zien succesvol zaken tot stand te brengen. Kijk naar de inrichting van het landschap, de deltawerken en recent de aanbesteding van de windparken op zee. En inmiddels bouwen aan een nationale investeringsinstelling, InvestNL, waarmee maatschappelijke projecten publiek-privaat kunnen worden ontwikkeld en gefinancierd. Die grote maatschappelijke transities die bieden Nederland dus kansen. Kansen die ook gepaard gaan met disruptieve veranderingen. Veranderingen waarvan wij de impact vandaag nog niet volledig kunnen inschatten. En digitalisering lijkt bij al deze veranderingen een rol te spelen. Toen ik hier studeerde in Tilburg in de jaren 80, toen was de belangrijkste kennistechnologie de technologie uit de middeleeuwen, het boek. Er waren ook van die microfiches, die zijn er misschien nog wel, in de bibliotheek waarop dan vele oude jaargangen heel klein werden geschreven, stonden afgedrukt, die kon je dan op zo'n scherm weergeven, maar meer was er eigenlijk niet. En ik kocht in die jaren, stom als ik was, een elektrische typemachine om mijn scriptie op te schrijven. Ik geloof dat ik er 3 bladzijden op getypt had, want daarna kwam de pc. Ik dacht jaren vooruit te kunnen met die typemachine, maar daarna kwam toch echt de personal computer waarmee alles gedaan moest worden. En deze ervaring die illustreert dat veranderingen heel snel kunnen gaan, maar dat je ze zelden vooraf in volle omvang kunt kennen en kunt tonen. Hoe goed je uitgangspositie ook is. En wij moeten ons dan ook steeds afvragen hoe Nederland optimaal kan profiteren van de toepassingen die de transities ons bieden. Van de kansen en de toepassingen die de transities bieden. Digitalisering, thema van vandaag, draagt nu al veel bij aan onze welvaart. Nationaal kan ongeveer 1/4 van ons bruto van onze economische groei aan digitalisering worden toegeschreven. Het World Economic Forum beschouwt ons Nederland tot een van de landen in de kopgroep van de wereld. En vorige week bleek dat we ook door de Europese Commissie worden gezien als een van de topspelers, zo niet dé topspeler in Europa, met een superinfrastructuur, hele actieve en vaardige internetgebruikers, vergevorderde digitale overheidsdiensten en bedrijven die bovengemiddeld technologie gebruiken. Maar de vraag is natuurlijk, dit is 2017, zijn wij over 10 jaar nog steeds zo goed uitgerust? Want andere landen zitten niet stil. Kijk naar Duitsland, de Verenigde Staten, Singapore. Allemaal landen die stevig investeren in de ontwikkeling van hun digitale economie. En zo zijn er zeker ook nog meer landen te noemen. En de vraag is dan ook, wat kunnen en moeten wij doen? Wat kunnen we doen om duurzame groei te maximaliseren en risico's en onzekerheden te minimaliseren? Voor bedrijven is het misschien overzichtelijk. Bedrijven moeten kansen pakken, risico's nemen. Wees niet te bang, werd net gezegd op de video. Dat is wat bedrijven moeten doen. Laat ze vooral investeren en hun bedrijven ontwikkelen. Voor de overheid gaat het al heel gauw om het borgen van publieke belangen. Zonder vernieuwing geen vooruitgang. Vooruitgang betekent werkgelegenheid, nieuwe kennis, nieuwe producten, verbetering van gezondheid en verbetering van de leefsituatie van onze bevolking. Wat kunnen wij doen om duurzaam te groeien door de kansen van digitalisering te blijven benutten? En die vraag die wil ik aan de hand van 3 thema's beantwoorden. Ten eerste ontwikkelingen in het onderwijs. Ten tweede hoe big data en platforms de grote transities beïnvloeden. En tot slot hoe we ruimte voor vernieuwing kunnen scheppen. Eerst maar eens even het onderwijs. We zullen om te beginnen onze goed opgeleide beroepsbevolking nog beter op de verandering moeten toerusten. Met een goede, moderne onderwijsinfrastructuur en ruimbaan voor 21e-eeuwse vaardigheden. En dat betekent dat kinderen vanaf de basisschool met digitale middelen moeten leren en dat ze ook moeten leren programmeren.
Aardrijkskunde in de klas is dan niet meer louter het aanwijzen met een stok op het scherm. Ik denk dat dat nu misschien al niet meer zo is, maar zo was het vroeger wel, waar die plaatsen in de wereld precies liggen. Maar dan gaat het om de vraag, waar komen die gimpen van jou vandaan, die All-Star-gimpen? Hoe reizen die de wereld over? Vanaf de rubberplantages ergens in de wereld tot aan je eigen deurmat waar Zalando het pakje komt afleveren. En daar dan van die hele keten een infographic maken en tijdens een spreekbeurt op een smartboard presenteren. Dat is wat in het onderwijs zou kunnen gebeuren. Werknemers zullen de overgang moeten maken naar een ander soort banen. En dat zal niet voor iedereen makkelijk of vanzelfsprekend zijn. Het vraagt investeren door werkgevers en werknemers in duurzame inzetbaarheid en in nieuwe vaardigheden, ook digitale vaardigheden. Als alle werkenden in staat zijn en bereid zijn zich te blijven ontwikkelen, dan kunnen zij bijdragen aan vernieuwing en kunnen zij de veranderingen in de aard van het werk aan. En dat vraagt iets van scholing door werkgevers en werknemers. Na onderwijs zijn big data en digitale platforms steeds belangrijker voor onze duurzame economische groei. Zij zullen steeds weer opnieuw digitale innovaties genereren. Big data vormen de brandstof voor onze toekomstige economische groei. Het kwam net ook al even langs. Onlangs was ik op bezoek bij data specialist Relix, voorheen Reed Elsevier. En die lieten mij zien hoe big data hun verdienmodel is geworden. Inkt en papier zijn ook daar vervangen door algoritmen en databases. Verzekeraars, ziekenhuizen, boeren, wetenschappers, ze kunnen allemaal hun voordeel doen met big data, die vaak voortkomen uit de koppeling van systemen. Data van MRI-scans en vervolgbehandelingen van patiënten kunnen gecombineerd worden tot snellere en betere diagnoses. En met satellietdata over de gesteldheid van zijn grond en een slimme tractor weet een boer precies waar hij moet irrigeren en bemesten. En Brabant speelt daar heel slim op in op deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld met JETS, de Jeroen Bos Academie voor Data Science. In Den Bosch uiteraard. De provincie Den Bosch en de universiteiten van Tilburg en Eindhoven werken daar samen met bedrijven aan de vernieuwende data-kennisinfrastructuur. En de regio kan daarin voorop lopen. Ik vond net het filmpje wat dat betreft heel treffend, omdat dat zo goed de voorbeelden aangeeft wat je allemaal met die data kunt bereiken. Maar er is ook iets anders. In die data-gedreven economie spelen digitale platforms een steeds belangrijkere rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. En dan heb ik het over Google, Airbnb, Marktplaats, bol.com, u kunt het invullen. Via platforms kan een ondernemer makkelijker producten aan een miljoenen publiek over de hele wereld aanbieden. En daar profiteren natuurlijk ook de consumenten van, doordat de concurrentie en de transparantie toeneemt. Ze hebben toegang tot een groter en diverser aanbod tegen scherpere prijzen en vaak ook een hogere kwaliteit. De groei van deze bedrijven en de economische en maatschappelijke dynamiek die ze creëren leidt ook tot nieuwe afhankelijkheden van data-gedreven bedrijven. En waar die afhankelijkheden groot en vitaal worden, kunnen publieke belangen in het geding komen. En het is in die omstandigheden van belang dat de overheid de publieke belangen blijft bewaken. Vorige week, u heeft het misschien gelezen, vielen door een klein foutje de servers van Amazon voor enkele uren uit. De gevolgen verspreidden zich heel snel als een olievlek over de hele wereld. En ze bleven ogenschijnlijk beperkt tot mensen die misschien even niet bij hun bestanden of hun muziek konden komen. Maar er waren ook mensen die thuis hun licht niet meer konden bedienen of die de verwarming niet meer aan konden krijgen. Stel je voor wat er zou gebeuren als Google Maps zou uitvallen. Zouden we dan hier de weg nog kunnen vinden of zouden alle systemen nog kunnen draaien? Wat gebeurt er met de data die over ons verzameld worden? En van wie zijn die data eigenlijk? En zijn die data ook voldoende beschermd tegen cybercriminelen? Deze vraagstukken gaan over privacy, over veiligheid, over eigendom, over consumentenbescherming
En het zijn ook vragen over marktverhoudingen tussen bedrijven. Het zijn nieuwe vragen over de borging van publieke belangen. Nieuwe vragen voor de overheid en voor de samenleving. En overigens niet alleen in Nederland, maar ook op Europees en internationaal niveau. De voorstellen voor een Europese digitale interne markt zijn in dat kader dan ook echt van groot belang. Maar de ontwikkelingen zijn zo nieuw dat we nog niet alle kansen en risico's kennen of kunnen overzien. En we weten dus ook niet precies hoe die publieke belangen geraakt worden. En daarom, en dat is mijn derde punt, is het van belang om ruimte te geven aan vernieuwing. Met wendbare en toekomstbestendige regels en instrumenten. En dat wil zeggen dat ze én genoeg ruimte bieden om te kunnen ondernemen, om te kunnen innoveren en vernieuwen. En dat ze de publieke belangen goed borgen. En die regels, de ontwikkeling van die regels en instrumenten, dat vereist experimenteerruimte. Zodat we kunnen leren hoe die het beste vorm te geven en hoe onze toekomst en onze technologie te ontwikkelen. Een zelfrijdende auto bijvoorbeeld, die kun je niet zomaar de weg opsturen, dat begrijpt iedereen. Maar je kunt er wel een testomgeving voor inrichten met wegen van Rijkswaterstaat, technologie en universiteiten en fabrikanten. En die testomgeving die is volgens mij hier in Brabant, in Helmond, ook al ingericht. En het wetsvoorstel, experimenteerwet, zelfrijdende auto's moet daarvoor de wettelijke barrières die er nog zijn wegnemen, zodat fabrikanten makkelijker prototypes kunnen testen. En hoe eerder we van dit soort experimenten kunnen leren hoe te innoveren, hoe beter het is om te weten ook dat elders in de wereld andere landen, andere bedrijven niet stilzitten. We geven burgers, hogescholen, universiteiten en overheden de ruimte om nieuwe technologie in te zetten door ze te helpen ontwikkelen. En ook de overheid zelf moet vernieuwing toelaten en ook benutten. Burgers en bedrijven vragen terecht goede en digitale dienstverlening door de overheid. Of het nu gaat om belastingaangifte, de aanvraag van een studielening of de aanvraag van een vergunning. Iedereen verwacht dat dat digitaal vlot en snel en veilig gaat. En dat betekent dat de overheid ook zelf moet zorgen voor die slimme, veilige en betrouwbare systemen. En daar kan de overheid bijvoorbeeld ook launch your customer zijn. Om op die manier de vernieuwing bredere uitstraling te laten hebben. Op het gebied van big data is de overheid al launch your customer geworden. Het CBS heeft het Center for Big Data Statistics opgericht. En in vele gemeenten in het land worden op dit moment urban data centers opgericht. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ook op het ministerie van Economische Zaken hebben wij inmiddels samen met het CBS een datacenter geopend. Dames en heren, digitalisering en big data zijn al langer onderdeel van onze samenleving en van onze economie. Nederland loopt voorop, mede dankzij de goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap, door onze creativiteit en door onze internationale oriëntatie. Maar nieuw en ongekend is de schaal waarop en de mate waarin de data-economie onze samenleving beïnvloedt. Digitalisering en big data kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de grote transities waar onze economie op dit moment voor staat. En daarmee bieden zij grote kansen en extra kansen op duurzame groei. Maar het gaat niet vanzelf. Het vraagt om onderwijs en scholing die mensen moeten toerusten voor de digitale toekomst. Die ervoor moet zorgen dat onze beroepsbevolking innovatief en vaardig blijft. Het vraagt om ruimte geven aan vernieuwing door regels en instrumenten wendbaar en toekomstgericht te maken. En daarbij kan de overheid ook het goede voorbeeld geven in het eigen handelen. En het vraagt om oog houden voor publieke belangen die geraakt kunnen worden door nieuwe datagedreven bedrijfsmodellen. Want naast kansen kunnen er ook risico's zijn. Maar misschien is de toekomst wel overzichtelijker dan we denken. Want zoals samenwerking, creativiteit en ondernemerschap ons gebracht hebben waar wij nu staan in Nederland, zo geldt ook voor de toekomst dat alleen de samenwerking tussen alle relevante partners ons kan helpen om kansen te creëren en die kansen ook te benutten.
En in die geest, ben ik ervan overtuigd, kan Nederland ook de digitale toekomst aan. Dank u wel.